ja, ik wil gewoon niet bij Ajax doorbreken en gewoon, ik heb nog niks laten zien eigenlijk, dus laat ik eerst maar in Ajax komen. Dit is 2012. Davy Klaassen behoort dan tot een veelbelovende lichting jeugdspelers van de A1. Klaassen heeft dan al zijn debuut gemaakt in het eerste. Hij scoort in die wedstrijd volgens Ajax-traditie en daar had hij maar 42 seconden voor nodig. Hoe werd je toen opgevangen? Ja, die jongen stond dan heel leuk en helemaal enthousiast en ja, helemaal top. Een beetje geduld of zo, shampoo in je schoenen en dat niet? Nee, dat durven ze niet. Op 7 december 2013 scoort Klaassen in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda zijn eerste hat-trick in zijn carrière. En zelfs op de training zijn zijn goals prachtig. Je maakt twee schitterende doelpunten. Welke vond je het mooist? Ja, hakkie was wel het mooiste. Ja. Moeten we die laten zien? Ja, laat me zien. Een paar keer. In totaal wordt hij 3 keer landskampioen met Ajax 1, waarvan de laatste keer in 2014 voor hem persoonlijk de mooiste is. De eerste twee waren ook mooi voor mij, maar ik heb minder aandeel gehad. Maar vandaag kan ik toch vieren dat ik dit seizoen wel een aandeel heb. Halverwege afgelopen seizoen laaien er steeds meer geruchten op over een vertrek van Klaassen. Hij zou de Eredivisie ontgroeid zijn. Het seizoen loopt nog en ik heb daar geen keuze nog in gemaakt. Dus. Al met al was Davy soms niet tevreden. Ik denk dat we vandaag wel niet echt tevreden kunnen zijn. Maar vaker wel tevreden. Ja, Davy, 2 wedstrijden, 6 punten, 6 doelpunten, 0 tegen. Halleluja. Ja, daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn. Nou, ik was tevreden over het druk zetten. Vandaag een lekkere wedstrijd, een lekkere goal assist. Dus ik ben tevreden. Uiteindelijk scoort Klaassen 55 goals in 181 duels en gaat voor 27 miljoen euro naar Everton uit Liverpool.